Ja. Hij heeft ons 2,5 maand benaderd dat zij voor zichzelf een winkel wil gaan beginnen. Nou, dan, net zoals bij andere partijen ook, dan gaan we een gesprek. En dan gaan we eens kijken wie de persoon is die erachter zit en wat voor ideeën ze heeft. En hoe adequaat ze is in het uitwerken van haar plan. En daar hadden we hele goede gevoelens bij. En daar hebben wij haar in begeleid, het maken van een businessplan en een stuk advisering. Maar ja, zij had zulke duidelijke plannen voor zichzelf, dus dat viel allemaal heel erg mee. En eigenlijk in 2 maanden tijd is nu de opening al. Ja, van waar de naam? Nou, ik had zoiets van, hè, als ik dan krullen ga knippen, als ik een krullenkapsalon ga openen, dan moet daar wel een passende naam bij. Dat mensen gelijk zien van, hè, daar kun je terecht voor je krullen. En ik ben heel erg van de female empowerment. En ik dacht, een koningin woont in een kasteel. Dus vandaar dat ik dacht, de Castle of Curls, daar komen alle krullen queens, zeg maar. Zijn er zoveel krullenkoppen in Almelo? Ja, ja, het zijn er behoorlijk wat. Ja, ja, dus, ja, en die beginnen mij nu allemaal te ontdekken, dus dat is ook heel erg leuk. Ja. Wat heeft de stichting Start Je Eigen Winkel voor jou betekend? Nou, het ging eigenlijk allemaal heel erg snel. Ik werd gewezen op hun via een klant. En toen ging ik op de website kijken en toen stond er, wat is jouw droom? Nou, en ik begon met typen. En nou, een paar dagen later zei Wiebe van, kunnen we een afspraak inplannen? Nou, een week later zaten we om tafel en toen was het van, heb je al een pand gezien? Nou, en dat ging allemaal heel snel en ja, zonder hun had ik dit natuurlijk nooit kunnen waarmaken. Dus, Je droom is nu werkelijkheid geworden. Wat zijn je verwachtingen? Nou, ik sta eigenlijk tot half mei al helemaal vol. Dus ja, het is gewoon zo'n gat in de markt. Dus ik verwacht gewoon dat het super goed gaat lopen. En mensen komen niet alleen hier uit de buurt, maar zelfs van veel verder. Dus ja, mijn verwachting is best wel hoog. Ik probeer me een beetje rustig te houden om niet te veel te verwachten. Maar ik weet eigenlijk wel dat het goed gaat komen. Ja. Bij de startende ondernemers die bij ons komen valt 2/3 af. Hè? Als we dan praten over wat ze moeten doen en wat ze kunnen verdienen en dergelijke, dan zeggen ze ja, toch maar niet. Dus ja, het is afwachten. Maar ik verwacht dat dit jaar nog wel wat dingen gaan gebeuren, zeer zeker. Dankjewel. Jullie ook bedankt.